Deze video gaat over het opstellen van de formule bij exponentiële groei. Ik ga het uitleggen met behulp van een voorbeeld. Het voorbeeld heb ik hier even opgeschreven. Het gaat over het aantal bacteriën op een stukje vlees en het groeit exponentieel. Om 6 uur 's avonds zijn er 10 miljoen bacteriën en om 10 uur 's avonds zijn dat er 18 miljoen. De opdracht is, stel de formule op van het aantal bacteriën n in miljoenen met t de tijd in uren, t is 0 is 12 uur. Oké, dus in de vraag staat aangegeven dat het gaat om exponentiële groei en daarvan moeten we de formule opstellen, met behulp van de gegevens die hier in het verhaaltje staan. We beginnen met het noteren van de algemene formule voor exponentiële groei. Die hebben we in een eerdere video besproken en dat was n is b keer g tot de macht t. Deze formule moeten we dus gaan opstellen en voor het opstellen van de formule moeten we dus voor de letter b en de letter g een getal gaan vinden. We beginnen met de g. Van de g weet je nog dat dat de groeifactor is. En die g die gaan we uitrekenen. De gegevens die we hebben, om 6 uur 's avonds zijn er 10 miljoen bacteriën en om 10 uur 's avonds zijn dat er 18 miljoen. Dus over een periode van, nou, van 6 uur 's avonds naar 10 uur 's avonds, dat is 4 uur. Dus de g voor 4 uur is gelijk aan. En het gaat van 10 naar 18. De vraag is, hoeveel keer zo groot wordt het dan? En daarvoor gaan we 18 delen door 10. Dus het gaat om een periode van 4 uur, van 1800 uur naar 2200 uur. En wat is er gebeurd? Het is gegaan van 10 naar 18. We willen weten hoeveel keer zo groot, dus doen we 18 gedeeld door 10. Nou, die groeifactor van 4 uur die moet je altijd omrekenen naar de tijdseenheid waar het om gaat. We hebben 4 uur gevonden. Het gaat hier over de tijd in uren. Dus van 4 uur moeten we maken de g voor 1 uur. En hoe je dat doet, dat hebben we besproken in de vorige video. Je doet namelijk, de periode wordt 4 keer zo klein, want we gaan van 4 naar 1 uur. Dus we doen 18 gedeeld door 10 tot de macht 1 vierde. Dat reken je even uit en daar komt uit 1,158. Let erop dat je de groeifactor afrondt op 3 decimalen. En dat je 18 gedeeld door 10 nog niet uitrekent. Kijk, in dit geval zou het niet zoveel uitmaken, want 18 gedeeld door 10, dat wordt 1,8 en dan ga je niet afronden. Maar zorg ervoor dat als je hier bent, dat je dit niet al gaat afronden en dan hier nog een keer gaat afronden. Dan ben je namelijk 2 keer aan het afronden en dan ga je een afrondfout maken uiteindelijk. Dus rond pas af bij de groeifactor op het moment dat je de groeifactor hebt voor de juiste tijdsperiode. Dus in dit geval, hier ronden we pas af en altijd op 3 decimalen. Oké, we hebben nu de groeifactor gevonden, dus even een kleine tussenstand. We hebben dus nu n is b keer 1,158 tot de macht t. Nu moeten we de b gaan vinden. De b is het begingetal. Dat is eigenlijk het aantal bacteriën bij het begin. En het begin is t is 0, dat is namelijk 12 uur. Nou, om de b te vinden gaan we één van de twee punten die we gekregen hebben invullen. We hebben twee punten gekregen, namelijk 1800 uur 10 miljoen, 2200 uur. 18 miljoen. En je mag één van die twee punten uitkiezen om in te vullen in deze formule en om daarmee de b te berekenen. Ik kies deze, maar je kunt ook die andere gebruiken. Oké, 10 miljoen, dus de n is 10. B keer 1,158 tot de macht. Nou, dit is 6 uur 's avonds. 0 was 12 uur. Daar zit een periode van 6 uur tussen. Dus 1,158 tot de macht 6. En ook nu geldt, als je de b gaat uitrekenen, ga niet dit eerst al uitrekenen en dan tussentijds afronden. Het afronden doen we pas aan het einde als we daadwerkelijk de b berekend hebben. Dus nu om de b te vinden doen we b is 10 gedeeld door 1,158 tot de macht 6. Dit rekenen we uit en daar ronden we pas af. Nou, de uitkomst hiervan is 4,1. Dus 4,1 miljoen bacteriën waren er op het beginmoment. Dus nu kunnen we de formule opstellen. Conclusie. Dus n is 4,1 keer 1,158 tot de macht t. En dat is dan de formule die hoort bij deze situatie. Dus samenvattend, wat hebben we gedaan? Eerst wat we gedaan hebben, is we hebben de groeifactor bepaald voor 4 uur. Gingen we naar 1 uur omrekenen, afgerond op 3 decimalen. We hebben een punt gekozen, dat hebben we ingevuld. Toen kwamen we op dit begingetal. Conclusie. Dit is de formule. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video.